kostbare bloed van Jezus Christus en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld als een zoenmiddel door het geloof in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen, tot vergeving van de zonden die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods geschied waren. Om, zeg ik, in deze tijd zijn rechtvaardigheid te tonen, opdat hij rechtvaardig zou zijn en rechtvaardig ende hem, die uit het geloof in Jezus is. Romeinen 3 vers 24 tot 26. Terwijl zij aten, nam Jezus brood en zegende het en brak het en gaf het aan de discipelen en zeide, neemt, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam de beker en dankte en gaf die hun, zeggende, drinkt allen daaruit, want dit is mijn bloed, het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Matteüs 26 op 26 min 28. En terwijl zij aten, nam Jezus brood en zegende het. En brak het en gaf die hun en zeide, neemt, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam de beker en als hij gedankt had, gaf hij die hun en zij dronken er allen uit. En hij zeide tot hen, dit is mijn bloed, het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt. Markus 8 voor 2:30 smiddags min 24. En hij nam brood, en dankte, en brak het, en gaf het hun, zeggende, dit is mijn lichaam. Dat voor u gegeven wordt, doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de drinkbeker na het avondmaal, zeggende, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. Lucas 19 over 10 s'avonds min 20. Jezus dan zeide tot hen, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, tenzij gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is ware spijs, en mijn bloed is ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij, en ik in hem. Johannes 6 vers 53 tot 56. Om neem ik u heden op om te getuigen, dat ik rein ben van het bloed van alle mensen. Want ik heb niet nagelaten u te verkondigen al de raad Gods. Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde. Waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te wijden, die hij gekocht heeft door zijn eigen bloed. Handelingen 20 vers 26 tot 28. Veel meer dan. Nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Romeinen 5 vers 9. De beker der zegening, die wij zegenen, is die niet de gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood, dat wij breken, is dat niet de gemeenschap des lichaams van Christus? 1 Korintiërs 10 vers 16. Evenzo nam ook hij de beker, nadat hij gegeten had, en zeide, deze beker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, doet dat, zo dikwijls als gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood eet, en deze drinkbeker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat hij komt. Daarom, wie dit brood eet, en deze drinkbeker des Heren drinkt, op onwaardige wijze, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. 1 Korintiërs 11 vers 25 tot 27. Die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus, in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade. Waarmede hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving der zonden,
naar de rijkdom zijner genade, Efeziër 1 vers 5 tot 7. Maar nu in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Efeziër 2 vers 13. Dankende den Vader, die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben aan de erfenis der heiligen in het licht, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis. En overgebracht heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonde, Colossense 1 vers 12 tot 14. En vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, door hem alle dingen met zichzelf verzoenende, door hem, zeg ik, het zij dingen op de aarde, het zij dingen in de hemel. Colossense 1 vers 20. Aangezien dan de kinderen vlees en bloed deelachtig zijn, heeft ook hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, om door de dood hem teniet te doen die de macht over de dood had, namelijk de duivel. Hebreeën 2 vers 14. Hebreeën 9. Het eerste verbond had dan ook inzettingen van de eredienst en een werelds heiligdom. Want er werd een tabernakel gemaakt, de eerste, waarin de kandelaar was, en de tafel. En de toonbrode, het welk het heiligdom genoemd wordt. En na het tweede voorhangsel, de tabernakel, het welk het allerheiligste genoemd wordt, die het gouden wierookvat had, en de ark des verbonds. Rondom met goud overtrokken, waarin de gouden kruik was, met het manna, en de staf van Aaron, die gebloeid had, en de tafelen des verbonds, en daarboven de kerubijnen der heerlijkheid. Die het verzoend eksel overschaduwde, waarvan wij nu niet in het bijzonder kunnen spreken. En wanneer deze dingen al dus ingesteld waren, gingen de priesters altijd in de eerste tabernakel. Om de dienst van God te volbrengen. Maar in de tweede ging de hoge priester alleen eenmaal per jaar, niet zonder bloed, dat hij offerde voor zichzelf en voor de dwalingen van het volk. De Heilige Geest dit betekenende, dat de weg naar het Allerheiligste nog niet openbaar was, zolang de eerste tabernakel er nog stond, welke een beeld was voor de tijd toen. Waarin gaven en offers werden geofferd, die hem die de dienst deed, niet konden volmaken, wat het geweten betreft, welke alleen bestond in spijzen en dranken en verschillende wassingen. En vleeselijke verordeningen, die hun werden opgelegd tot de tijd van de reformatie. Christus, gekomen zijnde als hoge priester der toekomstige goederen, is door een groter en volmaakter tabernakel, niet met handen gemaakt, dat wil zeggen, niet van dit gebouw. Nog door het bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed is hij eenmaal binnengegaan in de heilige plaats, een eeuwige verlossing voor ons teweeggebracht hebbende. Want indien het bloed van stieren en bokken en de as van een jonge koe, besprenkeling der onreine, heilig tot reiniging des vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God heeft geofferd, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen? En daarom is hij de middelaar van het Nieuwe Testament. Opdat door de dood, tot verlossing der overtredingen, die onder het Eerste Testament waren, zij, die geroepen zijn, de belofte der eeuwige erfenis zouden ontvangen. Want waar een testament is, daar moet noodzakelijkerwijs ook de dood van de erflater zijn. Want een testament wordt van kracht, nadat iemand gestorven is, anders heeft het geen kracht, zolang de erflater leeft. Daarom is ook het Eerste Testament niet zonder bloed geheiligd. Want nadat Mozes alle geboden aan het gehele volk volgens de wet had medegedeeld, nam hij het bloed der kalveren en der bokken. Met water en scharlakenbol en hyssop en besprenkelde het boek en het gehele volk, zeggende, dit is het bloed van het testament dat God ulieden heeft opgelegd.
besprenkelde met bloed zowel de tabernakel als alle voorwerpen van de bediening. En bijna alle dingen worden door de wet met bloed gereinigd, en zonder bloedstorting is er geen vergeving. Het was dus nodig dat de afbeeldingen van de dingen in de hemelen door deze gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf door betere offers dan deze. Want Christus is niet ingegaan in de heilige plaatsen met handen gemaakt, die de afbeeldingen zijn van het ware, maar in de hemel zelf, om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons. Ook niet dat hij zichzelf dikwijls zou offeren, zoals de hoge priester elk jaar ingaat in het heiligdom met het bloed van anderen. Want dan moet hij dikwijls geleden hebben van de grondlegging der wereld af. Maar nu is hij eenmaal, in het einde der wereld, verschenen om de zonde weg te doen door zijn offer. En zoals het de mensen beschikt is eenmaal te sterven, en daarna het oordeel, alzo is Christus eenmaal geofferd om de zonde van velen te dragen, en aan hen die hem verwachten. Zal hij ten tweede male zonder zonde verschijnen tot zaligheid? Want het is niet mogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. Hebreeën 10 vers 4. Daar wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, Hebreeën 19 over 10 ochtends. Hoeveel zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden, die de Zoon van God met voeten heeft getreden, en het bloed des verbonds, waarmede hij geheiligd was, onrein geacht heeft. En den geest der genade gesmaad heeft? Hebreeën 10 vers 29. En aan Jezus, de middelaar des nieuwe verbonds, en aan het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan dat van Abel. Hebreeën 6 voor 1:30 middags. Want de lichamen der beesten, wier bloed door de hoge priester tot zonde in het heiligdom gebracht is, worden buiten het leger verbrand. Daarom heeft ook Jezus, om het volk met zijn eigen bloed te heiligen, buiten de poort geleden. Hebreeën 13 vers 11 tot 12. De God nu des vredes, die onze Heere Jezus, den grote herder der schapen, uit de doden wedergebracht heeft. Door het bloed des eeuwige verbonds, volmaak u in alle goed werk, om zijn wil te doen, in u werkende hetgeen welbehagelijk is in zijn ogen, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Hebreeën 13 vers 20 tot 21. Uitverkoren naar de voorkennis van God den Vader, door heiliging des geestes. Tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Jezus Christus, genade zij u en vrede vermenigvuldigd. 1 Petrus 1 vers 2. Want gij weet dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die gij van de vaderen overgeleverd hebt, maar met het kostbare bloed van Christus. Als van een onberispelijk en onbevlekt lam. 1 Petrus 1 vers 18 tot 19. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander en het bloed van Jezus Christus. Zijn Zoon reinigt ons van alle zonde. 1 Johannes 1 vers 7. Deze is het, die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus Christus, niet door water alleen, maar door water en bloed. En de Geest is het, die getuigt, omdat de Geest de waarheid is. Want er zijn er drie, die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest, en deze drie zijn één. En er zijn er drie, die getuigen op de aarde, de geest, en het water, en het bloed, en deze drie zijn tot één. Indien wij het getuigenis van mensen aannemen, is het getuigenis van God meerder. Want dit is het getuigenis van God, dat hij van zijn Zoon getuigd heeft. 1 Johannes 5 vers 6 tot 9.
en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is en de eerstgeborene uit de doden, en de vorst van de koningen der aarde, hem die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn eigen bloed, en ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Openbaring 1 vers 5 tot 6. Zij zongen een nieuw lied, zeggende, Gij zijt waardig het boek te nemen en zijn zegels te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. Openbaring 5 vers 9. En ik zeide tot hem, Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij, Deze zijn het, die uit de grote verdrukking komen, en hebben hun klederen gewassen. En hebben ze wit gemaakt in het bloed des lams. Openbaring 7 vers 14. En zij hebben hem overwonnen door het bloed des lams, en door het woord hunner getuigenis, en zij hebben hun leven niet lief gehad. Tot de dood. Openbaring 12 vers 11. En ik zag de hemel geopend, en ziet, een wit paard, en die daarop zat, werd genaamd getrouw en waarachtig, en hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vuurvlam, en op zijn hoofd waren vele kronen, en hij had een naam geschreven, die niemand wist, dan hij zelf. En hij was bekleed met een kleed, dat in bloed gedoopt was. En zijn naam wordt genoemd, het woord van God. En de legers, die in de hemel waren, volgden hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en rein. Openbaring 19 vers 11 tot 14. Laten we standvastig kijken naar het bloed van Christus, en zien hoe kostbaar zijn bloed is in de ogen van God, dat vergoten is tot onze zaligheid. Heeft de genade van bekering verkregen voor de hele wereld. Eerste brief van Clemens aan de Korintiërs 4 vers 5. En zij gaven haar ook een teken, dat zij uit haar huis een scharlaken koord zou hangen. Daarmee een scharlaakrode koord scharende, opdat er door het bloed van onze Heer verlossing zou zijn voor allen die geloven en hopen op God. Gij ziet, geliefde, hoe er niet alleen geloof, maar ook profetie in deze vrouw was. Eerste brief van Clemens aan de Korintiërs 6 vers 10. Laten wij eerbied hebben voor onze Heer Jezus Christus, wiens bloed voor ons gegeven is. Eerste brief van Clemens aan de Korintiërs 10 vers 6. Door de liefde heeft de Heer ons met zichzelf verbonden, terwijl onze Heer Jezus Christus, uit liefde die Hij voor ons droeg, zijn eigen bloed voor ons gaf, door de wil van God, zijn vlees voor ons vlees, zijn ziel voor onze zielen. Eerste brief van Clemens aan de Korintiërs 21 vers 7. Daarom heeft onze Heer zich verwaardigd zijn lichaam over te geven aan het verderf, opdat wij door de vergeving van onze zonden geheiligd zouden worden, dat is, door de besprenging van zijn bloed. Want zo zegt de schrift, Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld, en door zijn bloed zijn wij genezen. Hij werd geleid als een lam ter slachting. En als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo heeft hij zijn mond niet geopend. Algemene brief van Barnabas 4 op 1,3. Zodat gij, als navolgers van God en door het bloed van Christus opgewekt, het werk dat u eigen was, volmaakt hebt volbracht. De brief van Ignatius aan de Efeziërs 1 vers 3. Ignatius, die ook Theophorus genoemd wordt, aan de heilige gemeente te Trelles in Azië, geliefd door God, de Vader van Jezus Christus, uitverkoren en God waardig, vredehebbende door het vlees en bloed. En het lijden van Jezus Christus, onze hoop, in de opstanding die door hem is,
welke ik ook in zijn volheid groet, voortgaande in het apostolische karakter, haar alle vreugde en geluk toewensend. De brief van Ignatius aan de Traliërs 1:1. Daarom, bekleed u met zachtmoedigheid, vernieuwt u in het geloof, dat is, het vlees des Heren, en in de liefde, dat is, het bloed van Jezus Christus. De brief van Ignatius aan de Traliërs 2:7. Ik verlang naar het brood van God, dat is het vlees van Jezus Christus, uit het zaad van David, en de drank die ik verlang is zijn bloed. Dat is onvergankelijke liefde. De brief van Ignatius aan de Romeinen 3:5. Ignatius, die ook Theophorus genoemd wordt, aan de gemeente van God de Vader en onze Heer Jezus Christus. Die te Philadelphia in Azië is, die barmhartigheid heeft verkregen, vastgemaakt in de eendracht van God, en zich te allen tijden verheugend in het lijden van onze Heer. En vervuld wordend in alle barmhartigheid door zijn opstanding, die ik ook groet in het bloed van Jezus Christus, dat is onze eeuwige en onbevlekte vreugde. Vooral als zijn eenheid zijn met de bisschop en presbyters die met hem zijn, en de diakenen die zijn aangesteld naar de geest van Jezus Christus, die hij naar zijn eigen wil in alle standvastigheid heeft gevestigd door zijn heilige geest, want er is maar één vlees van onze Heer Jezus Christus, en één beker in de eenheid van zijn bloed. Eén altaar, de brief van Ignatius aan de Philadelphiërs 1:1,11. Ik heb opgemerkt dat u vaststaat in een onwrikbaar geloof, alsof u aan het kruis van onze Heer Jezus Christus genageld bent, zowel in het vlees als in de geest. En bevestigd bent in de liefde door het bloed van Christus, volledig overtuigd van die dingen die betrekking hebben op onze Heer. De brief van Ignatius aan de Smyrnaiërs 1:3. Laat niemand zichzelf bedriegen, zowel de dingen die in de hemel zijn als de glorieuze engelen en vorsten, het zij zichtbaar of onzichtbaar, als zij niet geloven in het bloed van Christus. Zal het voor hen tot veroordeling zijn? De brief van Ignatius aan de Smyrnaiërs 12:2. Ik groet uw zeer waardige bisschop en uw eerbiedwaardige presbyterium en uw diakenen, mijn mededienaren. En u allen in het algemeen en ieder in het bijzonder, in de naam van Jezus Christus en in zijn vlees en bloed, in zijn lijden en opstanding, zowel vleeselijk als geestelijk. En in de eenheid van God met u de brief van Ignatius aan de Smyrnaiërs 8:4. Aan wie alle dingen onderworpen zijn, zowel die in de hemel als die op de aarde zijn. Die alle levende wezens zullen aanbidden, die zal komen tot rechter van de levenden en de doden, wiens bloed God zal eisen van hen die in hem geloven. De brief van Polycarpus aan de Filippenzen 1:7. Maar zij die zijn geboden niet houden, vluchten van hun leven en zijn tegenstanders ervan. En zij die zijn geboden niet volgen, zullen zichzelf overleveren aan de dood. En zullen ieder schuldig zijn aan zijn eigen bloed. Het derde boek van Hermas 13:10 ochtends. Zij overlegden dan met elkander of zij weg zouden gaan en Pilatus deze dingen zouden tonen. En terwijl zij daarover nog nadachten, zagen zij de hemelen wederom opengaan en een zeker mens afdalen en ingaan in het graf. Toen de hoofdman over 100 en zij die bij hem waren deze dingen zagen, haasten zij zich des nachts naar Pilatus, verlieten het graf dat zij bewaakten, en verklaarden alles wat zij gezien hadden, zeer bedroefd zijnde en zeggende, waarlijk, hij was de Zoon van God. Pilatus antwoordde en zeide, ik ben rein van het bloed van de Zoon van God, maar gij zijt het die dit hebt bepaald. Toen kwamen zij allen naderbij en baden en smeekten hem, dat hij de hoofdman over 100 en de soldaten zou bevelen niets te zeggen van hetgeen zij gezien hadden,
Want het is beter, zeggen zij, dat wij schuldig zijn aan de grootste zonde voor God. En niet in de handen vallen van het volk der Joden en gestenigd worden. Pilatus gebood daarom de hoofdman over honderden de soldaten niets te zeggen. Het verloren evangelie volgens Petrus 1 vers 11. Toen kwam het woord van God tot Adam en zeide tot hem, O Adam, zoals gij uw bloed vergoten hebt, zo zal ik mijn eigen bloed vergieten, wanneer ik vlees word van uw zaad, en zoals gij gestorven zijt. O Adam, zo zal ook ik sterven. En zoals gij een altaar gebouwd hebt, zo zal ik ook voor u een altaar op aarde maken, en zoals gij uw bloed daarop geofferd hebt. Zo zal ik ook mijn bloed op een altaar op aarde offeren. En zoals gij om vergeving smeekte door dat bloed, zo zal ik ook mijn bloed vergeving van zonde geven en overtredingen daarin uitwissen. Het eerste boek van Adam en Eva 24 op 4 min 5. Nogmaals, wat betreft het water des levens dat u zoekt, het zal u vandaag niet gegeven worden, maar op de dag dat ik mijn bloed op uw hoofd zal vergieten in het land van Golgotha. Want mijn bloed zal het water des levens voor u zijn, op die tijd, en niet voor u alleen, maar voor al degenen van uw zaad die in mij geloven, dat het hun tot rust zal zijn voor eeuwig. Het eerste boek van Adam en Eva 42 op 7 min 8. God zei verder tot Adam, aldus zal het mij ook gebeuren, op de aarde. Wanneer ik doorstoken zal worden en bloed zal vloeien bloed en water uit mijn zijde en over mijn lichaam lopen, wat het ware offer is, en dat op het altaar zal worden geofferd als een volmaakt offer. Het eerste boek van Adam en Eva 69 op 6.